Laten we eerst eens naar de schaatsbaan. Hallo. Oh, die heeft ook de rozen, die hebben we nodig. Hallo. Wat vind je het leukst aan deze baan? Oh, waarom vraag je dat niet, iedereen? Oh, hier allemaal bekers. Zwak. Ik heb ijsschaatsen nodig. Ik wil niet tot mijn voet. Oh, ijsschaatsen, die heb ik gezien. Het zijn die dingen die bij de bus staan. Oh, dat is bij de uitgang. Dan moet je hierheen. Oké, nee, ik hoef die video niet te zien. Ja, dat is hier. En dan kan ik die ijsschaatsen pakken. Ik weet alleen niet hoe je die foto's ik kan doet. Maar... Ik wil even... Hierin bewaar ik. Dat zal niks uit. Dat is ik weet niet hoe je dat ene ding gebruikt. Die camera, die dinges. Hoe je daar normaal weer een sleutel van maakt. Ik zal het eens aan die eend vragen. Hallo eend, wat moet ik hiermee? Niks, oké. Okay. Die zegt niks. Dat sukt. Hallo. Katprimaat, wat kan je me vertellen over het spion sleutelkopieerder fototoestel? Ja, laat het uit. Bedankt, Katprimaat. Oké, kwak. Vertel het me maar. Want ik krijg je net al op je, maar ik krijg niks. Hallo. Hoe werkt het spion sleutelkopieerder fototoestel ook alweer? Ja, vertel het eens. Maak een foto van de sleutel die je wilt kopiëren en bak de foto van de sleutel. Die zal krimpen en verharden in een exacte kopie van de sleutel. Oh, die moet ik waarschijnlijk in die keuken doen. Dat gaan we doen. Oh ja, hij moet ook die schaatsen nog hebben. Dus ik wil die schaatsen. Deze. Ik kan maar 4 spionnenspulletjes tegelijk dragen. Oké, dan moet ik er eentje terug in doen. Denk ik. Hierin bewaar ik mijn spionnenspulletjes. Deze ook. Nee, deze moet ik voor mij nog hebben. Daar heb ik niks aan. Ik denk dat ik die nog moet hebben. Welke zou ik hierin niet nodig hebben? Mes aan voor ik. Die nou nog? Ik wil mes aan voor ik teruggeven. Kan dat? Dit spionnenspulletje heb ik nu niet nodig. Ja, oké, mooi. Dan ga ik nu naar deze. Die heb ik wel nodig, volgens mij. Mom, mom, mom. Mooi. Ik weet niet wat ik mom zag. Ik ga... Nou, daar. Oh, hier heb je misschien een oven. Wow, als ik zo'n coole oven zie, krijg ik zin om iets te pakken. Er is iemand in de keuken. Mooi, oké, dan ga ik dus even... Ik denk dat ik die maar eens even erin ga doen. Mag ik je oven gebruiken alsjeblieft? Mag het? Sorry, de verzekering verbiedt dat de oven gebruikt wordt door niet-koks. Jij ziet er niet uit als een kok. Ja, fuck you, Dina. Fuck you. Ik moet een kok zijn. Le kakkerik. Ik moet eruit zien als een kok. Tegelijkertijd moet ik ook even die rozen gaan halen. Dus dat ga ik eerst doen. Hoe kom ik erin? Zo. Dus naar de rozen. Ik ga schaatsen. Dat zal niks uithalen. Waarom niet? Je zit toch schaatsen? Zijn het geen schaatsen? Daar heb ik niks aan. Dat zou ik hem aan hem moeten geven. Dat zal niks uithalen. Oh, oké. Okay. Maar weet ik het niet meer. Oké, dan moet ik nou eruit zien als een kok. En hoe doe ik dat? Ik denk dat ik weer een nieuwe foto moet gaan maken van mezelf. Nou, dan maak ik even een foto van mezelf. Niet als serveerster. Niet als worstelaar, niet als sisser. Nou, als een kok. Maar waar is dat kok? Nee. Zou dat echt gewoon hetzelfde moeten zijn? Nee. Dit wordt niet hetgeen wat ik moet doen. Ik moet er anders uit gaan zien als een kok. Ik moet weg hier. Hoe ga ik hier weg? Zo. Oké, ik moet dus gaan vragen hoe dit ding werkt. Die schaats, want dat is voor mij wel hetgeen dat ik moet hebben. Weet je wat ik wil worden? Ja, oké, ik zal het eens vragen aan. De schaats. Leg nog eens uit hoe die koele schaats werken, professor Kwak.
Leg het eens uit. Kwak. Doe ze aan en stop er een diagram in van de schaatsfiguur die je wil uitvoeren. Oh, je moet een diagram in stoppen. De schaatsen voeren het figuur perfect uit met jou erin. Ik krijg het ook. Okay. Je moet een diagram hebben van de schaatsdinges die je moet hebben. Wow, die dingen werken echt heel raar. Dan gaan we eerst die kant op. Naar... What the fuck, deze wereld is mega. Even op mijn spionklok kijken. Mijn spionklok. Even geduld, alsjeblieft. Oké. Spy Fox, een Hallo. Informant heeft een goede tip over de uitknop en wacht op je in de tentoonstelling Eten van de Toekomst. Vraag naar Eten van de Toekomst. De geconfijte appel. De geconfijte appel. Geconfijte appel. Begrepen. Bedankt. Mooi. Kaat Primaat uit. Spy Fox uit. Hoep. Naar... Oh nee, ik moet naar ergens anders. Dat zijn die gekloonde schapen. We gaan naar de geconfijte appel. Dat is dus mijn contactpersoon. Briljante vermomming. Mm-hmm. Een geconfijte appel graag. Komt eraan, meneer. Bij Eten van de Toekomst zit al het eten op een stokske. Zo kunt u leerlingseten eten zonder mes of vork en zonder uw bezigheden te onderbreken. Alsjeblieft, een gratis geconfijte appel op een stokske. Nou, ik heb de geconfijte appel. Hoe jij? Ja, maar ik bedoel dat ik de geconfijte appel in mijn bezit heb. Maar één geconfijte appel per klant. Gaat u nu maar amuseren. Oh ja, die zit in de geconfijte appel natuurlijk. Misschien moet ik terugkomen als er minder mensen zijn. Nee, er is niemand. Deze geconfijte appel ziet er lekker uit. Pas toch op, wil je mij soms een hartaanval bezorgen? Ah, dat was Lenny. De mensen. Jij de mens. Bent mijn oog, dat is het mens. Appel. Welke informatie ik, heb je voor mij? Informatie van gaan krijgen. Firefox, luister goed. Het luisteren. Ik hield van de spionnen, dus niet naar mij kijken. Op die plat staan alle informatie die je nodig hebt. Mooi. Dankjewel, Worm. Dit is te klein om te lezen. Wat wil je van me? Ik heb het. Ja, ik weet al wat ik moet doen. Dan moet ik bij die ene. Dingen ik doen. Moet er nu vandoor. De mensen Doei. Beginnen te... Ik ook, ik ga verder. Want ik moet naar die rare dinges. Naar haar. Ik weet eigenlijk niet hoe ik aan dit mens kom. Daar heb ik niks aan. Daar heb ik niks aan, want ik heb helemaal niks aan die gast. Ik wil dat even laten lezen. Ik zie een vierkant. Een vierkant ster en driehoek. Een driehoek op dit blad. Mooi. Zou dat niet de code zijn van dit? Vierkant. Ja. Ster, ja. Driehoek. Ja, bingo! Ja, bingo! Is die nu ontsnapt? Wil je zo graag een roos? Wat heb je aan een vliegenvanger? Als hij geen vliegen vangt, liefje, ik zou liever een roos hebben. Heb je het hem al gevraagd? Oké. Misschien is hij gewoon verlegen. Nou, om te beginnen spreek ik geen... Ja, mooi. Ik ga nu de roos halen. En ik weet niet hoe. Ik moet eerst het diagram van de schaatsmoves hebben. Wat is hier? Hier heb je een... Ik weet niet wat dit is. Hallo. Wat doe je graag in je vrije tijd? Houd van? Oh, rotvraag, hè. Kijk hoe gelatine stijf wordt. Houd niet van als de temperatuur boven de 25 graden stijgt. Oké, we moeten geen temperatuur boven de 25 graden hebben. En ik had gezien... Oh, granaat. Ja, dat wordt beter. Daar heb ik niks aan. Heb je wel iets aan? Dat is leuk. Dat is gewoon leuk. En ik heb dat hette ding gezien. Dus daar moeten we heen, denk ik. En dat hette ding moet hebben. En dat dacht ik vorige keer ook dat we iets moesten hebben, maar dan moest het niet. Dat is... Het hette ding moest hebben. En dat is... Dat is... Niet dit, niet dit. Niet dit, niet dit. Dit ding. Dit ding moeten we hebben. Wat gaan we er terug in gooien? Ik denk dit. Die granaat hebben we niet nodig. Ik zal dit spionnen... Dat is... Oké, zoek het terug. Nee, nee... Ja, dit. Dit moeten we hebben. Ik heb het. En we gaan het warm maken in de kamer. Warmer. 25 graden. Hoep. Mooi. Dit doen we... Hoep. Warmer dan 25 graden. Deze spion zal de boel even opwarmen met een snuifje van zijn spionhitter. Ik hou van deze muziek.
Temperatuur is nu 60. Neem niet kwalijk, maar de temperatuur is boven de 25 graden gestegen. Ja, het is niet boven de 60, lijkt een beetje heel erg. Oh nee! Oh nee! Ik moet de airconditioninghersteller bellen. Doei! Hemeltje, ik zal uren moeten wachten. Doei. De spion, het heeft de boel wel opgewarmd. Ik ga. Woe! Bender. Minimarkt, dat iets over. Bella Beesje heeft hard gewerkt voor de rechten van de kakkerlakken. Okay. Ze heeft gestreden voor wat de fuck? Oh, die kokdingen moet ik hebben. Eend, een vernieuwende kok die bekend staat om zijn vindingrecht. Ik wil die kok leren, ja. Die moet ik hebben voor de oven waarbij ik die sleutel krijg. Dit is een best wel lastig spel voor een 6 tot 9 jaar. Maar nee, die moet ik niet heen. Ik wil niet gemasseerd worden, sorry. Waar moeten we heen? Die kant? Nee. Waarom hak ik hierheen? Ik zal hierheen. Ik ben een beetje de weg kwijt. Die kant moet ik op. Oh, wat?